Alex, Excelsior NAC. Ja, als we kijken naar de andere wedstrijden die vandaag gespeeld zouden worden, is de grote vraag, gaat er gevoetbald worden? Wat denk jij ervan? Ik zou het niet weten. Er zijn heel veel dingen waar ik geen enkel verstand van heb. En zeker van het weer niet. Dus ik weet niet wat er nog gaat vallen en of men in staat is om dat weg te halen. Het enige dat ik weet is dat we er alles aan zullen doen om te kunnen spelen. Heeft het weer wel invloed gehad deze week op jouw voorbereiding op de wedstrijd? Nou ja, nee, want we konden op dinsdag en woensdag niet in het stadion trainen. Daarvoor lag er te veel sneeuw. Maar we zijn naar een ander kunstgrasveld hierachter uitgeweken. En daar hebben we prima ons werk kunnen doen. En de voornaamste reden daarvoor is dat die jongens nooit ergens over zeuren. Die gaan gewoon trainen. En of het nou 30 graden is of min 30, dat maakt ze eigenlijk niet zoveel uit. Jullie hebben wedstrijden met twee directe concurrenten eigenlijk achter de rug gehad. En 4 punten uit die twee wedstrijden gehaald. Kun je daar dan tevreden op terugblikken? Nou, qua punten enerzijds wel, omdat... Nou ja, als je tegen twee directe concurrenten een keer gelijk speelt en een keer wint, dan is dat in principe goed. Qua spel ook, want we waren duidelijk beter dan beide ploegen. Maar ja, tegelijkertijd haal ik met mijn tweede antwoord, mijn eerste antwoord onderuit. Het hadden er op basis van het veldspel 6 moeten zijn. Je speelt nu tegen NAC, waar zit het gevaar bij die ploeg? Nou, heel duidelijk voorin. Ze hebben met Leonardo en met Amoah. En met Lulling hebben ze natuurlijk drie uitstekende voorhoedespelers. En daarmee noem je ook meteen het gevaarlijkste deel van de ploeg. Ja. Laat jij jouw defensie wederom staan, intact zoals die was? Dat denk ik wel, ja. Nee. Vooraf hadden mensen misschien wel gedacht van Steensel Gudde in het centrum. Maar heel vaak zien wij, of in ieder geval de laatste ook, Nievold en Ramstein daar vaak spelen. Verrast jou de ontwikkeling van die jongens ook of eigenlijk niet? Nou, de ontwikkeling van eigenlijk alle spelers is in de goede richting. En we hebben wel het geluk dat we natuurlijk diverse combinaties kunnen maken. Nou, en dat hebben we ook regelmatig gedaan. Ze zijn allemaal aan spelen toegekomen. En alleen Wouter is eigenlijk, als je praat over het centrum, weggevallen in verband met een blessure. Maar toch, op de lange termijn, Gudde lijkt een beetje een basisplek, lijkt ver weg. Omdat heel veel mensen hem ook voorbij streven, lijkt het. Ja, maar een seizoen is heel lang en je kunt onmogelijk op elke speler elke dag een beroep doen. Al zijn er gelukkig uitzonderingen, want we hebben er een heleboel fit. Dus dat zal zich elke dag weer moeten bewijzen. En op het moment dat de mensen die niet direct spelen heel goed zijn, dan is dat alleen maar ten goede van je groep. Want dan moeten de basisspelers of de zogenaamde basisspelers weer een stukje beter worden om hun basisplek te kunnen behouden. Winterstop komt er bijna aan. Jullie gaan naar Suriname. Kun je toelichten waarom dat goed is voor een club? Nou ja, we zijn uitgenodigd. En dan is het aan ons de vraag of we dat interessant vinden. Nou, het gaat om een week. Dus het is eigenlijk net even te ver vliegen om daar maar een week naartoe te gaan. Maar tegelijkertijd, in die eerste week, zal je in fysieke zin niet zoveel heel veel gekke dingen doen. En dus is het aspect van samen zijn weegt voor mij persoonlijk veel zwaarder. En als dat kan in een land waar je gemiddeld in je leven niet zo heel vaak komt, voor ons als Nederlanders, ja, dan is dat wel extra leuk. Criticasters zeggen wel eens, de omstandigheden daar zijn zo anders als hier straks waar je weer gaat spelen in de competitie, dat je er voetballend weinig aan hebt. Ja, nou, dat wil ik zelf ervaren. En daar zit voor een deel waarheid in. Ik bedoel, als je naar een plek gaat waar het 30 graden is en je komt terug op min 10, dan moet je lichaam er natuurlijk enorm aan wennen. Maar of je nu heel goed kunt trainen of juist niet, als we het hebben over het weer, want daar begon je interview mee, dan weet je ook niet wat je hier te wachten staat. Dus het weer hebben we nog steeds geen invloed op, dus daar steken we ook geen energie in. Dankjewel.